Joehoe, een hele goede morgen. Er is al veel gebeurd op deze vroege ochtend. Vroeg, dus het is net al bijna 11 uur geworden. Dus we kunnen al niet meer spreken van vroeg, maar we waren al vroeg uit de veren. Want onze Jules die is naar school geweest. We hebben vandaag hem nog eens laten proefdraaien. En hij heeft dat subliem gedaan. Hè. De juf die zei het ook. Het was echt leuk om te zien. Hij deed direct mee. Ze zaten in een kringetje bijvoorbeeld. Hè. En dan ging Jules ook mee in het kringetje zitten. Kregen ze elk een eitje vast. Ja. Hè, want het is een beetje in de zin van Pasen. En dan mochten ze schudden met de eitjes. En in de eitjes zat dan zoiets. Zo wat rijst of zo. En dat rammelde dan. En Jules deed perfect mee. Ik had het niet verwacht, maar hij deed mee. Op hun hoofd, op hun buik, op hun schouder. Ja, hij deed hem allemaal, mee. En de tenen. Ja, dat was super. Daarna was het ook nog wel vrij spel in de klas. Dat heeft hij ook allemaal flink gedaan, vond ik. We mochten wel een beetje observeren wij. En we mochten er zo wat bij zijn. Dat is allemaal goed verlopen. En dan daarna ging de bel en dan mochten ze spelen op de speelplaats. En ook daar vond ik eigenlijk dat hij het goed heeft gedaan. Vond ik ook, ja. Dus moe en voldaan kwam Juleke dan weer terug. En nu zit hij hier, hè. Dus heel moe. Oeh, een beetje moe, hè. Ja, school gaan echt vermoeiend. Jules doet nog altijd een middagdutje. Vandaar dat we hem ook nog altijd halve dagjes mee gaan laten starten in school. Maar we merken iedere keer weer opnieuw, als we naar huis gaan, dat het wel een klein beetje met tranen niet, maar een beetje drama. Ja. Juleke gaat graag naar school en gaat niet zo graag naar huis. Nee. Dus hij is wel graag thuis, neem ik aan. Ja. Maar hij gaat, vind het jammer dat hij dan een school moet achterlaten. Ja. Dat vindt hij dus, jammer. Dus in dat opzicht gaan we eerst toch beginnen met halve dagen. Omdat we denken, dat dutje heeft het toch wel nodig. Ja. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Hè. Uiteindelijk worden kindjes wat groter en willen ze meer en meer. En dan zien we wel hoe dat verder evolueert. Hè. Het schooltje is niet al te ver van ons vandaan. Dus in principe, als er iets is, dan kunnen we altijd naartoe rijden. Dan kunnen we altijd wel in actie schieten als er iets. Maar ik denk eigenlijk dat hij het wel prima gaat maken op school. En dat start dan over een paar weken. Want er is nu eerst nog een vakantie ertussen. En een vakantie, dan moet je niet naar school komen. Nee. Dat zou erg zijn eigenlijk. Ja, en na dan de vakantie, dan start hij voor echt. Ja. Maar er zijn in mei ook al heel wat eigenlijk vakantiedagen, zag ik. Want we hebben net ook nog een keer de planning meegekregen van dus de juf van onze Jules. En hij heeft heel wat vakantiedagen nog in mei, heb ik gezien. Dus als ook eigenlijk nog een keer een pedagogische studiedag in april. Dus daar moet allemaal wel rekening mee gaan houden. Want ik ben denk ik wel zo'n type ouder die hem dan toch per ongeluk toch richting school zou gaan sturen. Ja. Dus ik ga het allemaal heel mooi in mijn agenda mee inplannen. En dan kunnen we daar rekening mee houden. Yes. Dat de wielrandjes gedraaid. Boom. Schoenen passen. Hè? Dat is leuk, hè? Zitten ze goed? Ik denk wel aan het goede zijn. Draai er een beetje rondjes mee. Hij heeft er nu al hele goede hindernissen mee gedaan, hè? Ja. Nog een beetje? Zo, we hebben twee paar schoenen gekocht voor Jules. Het was ook wel weer nodig, want hij had alweer is weer een maatje groter gegaan in schoen. Nou, bij kinderen is dat logisch, hè. Dan ben je snel weer terug. Twee maten zelfs. Ja, eigenlijk twee maten. Ja. Terwijl dat we eigenlijk dachten dat zijn vorige schoenen eigenlijk nog goed waren. Maar ja, waarschijnlijk zijn die mee een beetje uitgerekt en dergelijke. En ja, eigenlijk helemaal niet goed. Hè. Dus ik ben heel blij dat we nu nieuwe schoentjes voor hem hebben. En binnenkort nog sandaaltjes. Ja, het is ook weer wat warmer aan het worden. Dus we komen dus nu van de winterschoentjes. Die zijn nu echt wel klaar om weer vervangen te worden. En nu hebben we twee mooie sneakers gekocht die echt wel ideaal zijn voor nu de lente en de zomer die eraan komt. Ja, en tegen dat weer winter wordt, zal het toch weer een nieuw paar schoenen worden. Of misschien zelfs al vroeger. Ja, dus dat sandaaltjes ook nog wel. Deze waren nog niet zo oud. Dus dat is wel iets dat bij kinderen nog heel lang altijd blijft. Ja, dit zijn kleren. Hè. Daar, ja, eigenlijk, volgens mij de kledingindustrie op kinderen zal beter verdienen dan op volwassenen. Denk ik ook. Kan mij bijna niet inbeelden dat dat anders is. Ja, en dan op de tweede plaats zullen zeker de vrouwen staan, hè? Ja, haha. Ja. Of misschien zelfs op de eerste plaats. Ja. Ik weet het niet. Zouden vrouwen winnen van kinderen? Ik denk het wel. Ja, toch wel? Ik weet het niet. Ja, ik denk dat het dubbeltje op zijn kant is. De mannen zullen sowieso ergens achteraan staan. Want mannen hebben niet zo vaak nieuwe kleren nodig. Allee, ik toch niet. Eigenlijk had jij wel nog iets nieuws nodig. Ja, maar we hebben niet geshopt. Voor mij ik had er ook geen zin meer in. Jules die loopt ook een beetje ambetant. Ik weet niet waarom, maar waarschijnlijk omdat het vandaag school was. En dat hij toch heel wat prikkels heeft binnengehad. En het was een leuke schooldag, dat wel. Maar ja, het is dan ook wel veel geweest. Hè. Het was een dikke boterham, om het zo te zeggen. Dus we mogen nu ook wel een beetje bekomen. Dat gaan we nu ook doen.
doen. Hij heeft een kleurplaat gekregen in de schoenenwinkel. Hij mag een beetje kleuren thuis, een beetje stickeren. En wij zien jou heel graag morgen weer, want dan gaan wij opnieuw vloggen. Ja, tot morgen. Wat gaan we morgen doen? Geen idee. Hadden wij niet al een idee? Nee. Ja, krijg je misschien op bezoek? Ja. Tot morgen.